meter. Vijf meter. Zeven en een halve meter. Jeffrey! Godzie, jongen, ik heb net even met je moeder ook staan te praten. En die is ook wel zo nerveus. Dat hoeft niet hoor, mami. Komt allemaal goed hoor. Hij kan het hartstikke goed. Ik moet even wat aan je vragen. Ik heb nog even met je te praten tijdens de repetities. Want je bent geselecteerd voor, wat was het nou, EK of WK? Waar was het voor? Voor het EK, ja. Het EK turnen. Is het dan niet een... Ja, het Europees kampioenschap turnen is... Ja, dan mag je best verklappen. Het is natuurlijk fantastisch. Daar gaat hij in drie onderdelen laten zien wat hij allemaal kan. Maar is dit niet een enorm risico, Jeffrey, wat je nu neemt hier met het watergedoe? Ja, het is wel een risico, ja. Dat weet ik. Maar ja, ik vind het leuk om te doen. En het past wel bij mijn sport en het past wel bij mij. Dus het helpt me ook wel weer. Oké, nou dat is zeer sympathiek. Ik wens je alle geluk. Doe rustig aan. Wat voor soort sprong gaat het worden? Een dubbel salto met een hele schroef. Dubbel gestrekt. Dat is de reden dat je zoveel schroeven in je zwembroek hebt zitten, denk ik. Maar het ziet er heel mooi uit. Heel veel succes, dames en heren, Jeffrey Bammes! Zelf ook nog, dus volgens mij ben je blij. Ik ben heel erg blij. Ik was zo zenuwachtig. Ja. Het ging toch perfect? Het ging goed, maar ja, vorige keer was een anderhalf salto en nu is het een dubbel salto, dus het is weer... En het is zo hoog daarboven. Zo I know. We gaan snel naar de jury kijken of ze van je onder de indruk zijn. Maurice, heb je genoten? Nou, dat kun je wel zeggen. Kijk, Jeffrey, jij bent precies wat dit programma omdraait. Jij maakt van sport pure showbiz. Dat begint al met losgooien van je spieren. Nou. Dan weet je er ook nog een glimlach uit te gooien, ondanks alle stress. In Las Vegas heb je een show van Cirque du Soleil, die heet O, Water, waar het hele toneel van water is. Als ik casting director was van Cirque du Soleil, hing ik morgen bij jou aan de telefoon. Want dat is jouw toekomst. Dankjewel. Hoi. Lisa, wat vond jij ervan? Ja, je bent natuurlijk een turner, Jeffrey. Maar het is natuurlijk onzin, want 7,5 meter is 7,5 meter. En dat is voor jou even hoog als voor wie dan ook. En het is onwijs hoog. Dus ja, respect. Onwijs mooie sprong. Dankjewel. Ik ben toch heel erg benieuwd, omdat we hiervoor natuurlijk ook een fantastische sprong hadden. Of jij de punten gaat overtreffen van Annalicia. Lisa, laten we bij jou beginnen. Ik geef je een 9. Dankjewel. Nice. Maurice? Dat vind ik veel te laag. Ik geef jou een 10. Fantastisch, heerlijk. Inge? Ja, ik vond dit wel echt een subliem uitgevoerde sprong. Het was minder dan vorige week, dat vond ik wel. Maar ik vind het een 9,5 waard. Netjes. Wat een heerlijke punt. Laten we eventjes kijken waar je dan staat in het voorlopige juryklassement, Jeffrey. Bij elkaar 28,5 punten. Met een half puntje hoger dan Annalicia op de eerste plaats. Annalicia die baalt nu natuurlijk. Kom maar op, zeg. Maar er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. Want straks komen ook nog de punten van de mensen thuis. Is Jeffrey uw favoriet en wilt u hem terugzien in de finale? Bel dan naar 0909-1356 of sms Jeffrey naar 46000. Dankjewel, Jeffrey.